Voor organisatoren van festivals zoals Faltifest zijn het spannende dagen. Vrijdag besluit het kabinet of festivals vanaf 1 september weer mogen plaatsvinden. Wat verwacht je? Zo meer mogelijk. Ik denk dat de juiste instelling is na continu teleurgesteld worden. Faltifest en Zomerkabinet zijn in het eerste weekend van september de eerste Amsterdamse festivals waar mogelijk weer gefeest kan worden. Maar zo kort van tevoren horen of dat door kan gaan, levert de nodige stress op. Artiesten, leveranciers, iedereen staat in de wacht. We hebben gelukkig heel veel voorbereidend werk gedaan, dat wel. Maar er is niks bevestigd door ons. Aan de andere kant door de leveranciers en artiesten ook niet. Het zijn hectische periodes, maar in principe is het zo dat we niet even op pauzeknop kunnen drukken. Want dat is bij uitstek een zeer tijdrovende exercitie in festival organiseren. Dus wij zitten er volop in. En wat ik zeg, we hebben goede moed dat het per 1 september kan. Wij kunnen ook niet zelf de stekker eruit trekken, want dan valt onze financiële waarborging weg van het garantiefonds. Dat garantiefonds zorgt ervoor dat 80% van de kosten worden vergoed als de festivals niet doorgaan. In tegenstelling tot Zomerkabinet valt Faltifest niet onder het garantiefonds. Dus bij slecht nieuws vrijdag krijgen ze niets vergoed. Ideaal is anders en ook qua veerkracht en weet je, als team. Mentaal gaan we wel weer een tegenslag krijgen als het niet doorgaat. En financieel, ja, gelukkig hebben we nog zo min mogelijk bevestigd. Maar ja, het wordt wel allemaal steeds moeilijker. Duidelijkheid, dat is wat beide festivals hopen, ook op lange termijn. Het is ook denk ik het uitblijven van perspectief wat vrij lastig is. En dat, ik denk dat niet alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel collega's in de branche. Dat gewoon wel echt iets doet met je motivatie. Want iedere keer bij goed nieuws, wat dan weer slecht nieuws wordt, of bij slecht nieuws, moet je jezelf toch weer oppakken, schouders eronder zetten. Eerst werd er gezegd, we mogen wanneer de ziekenhuisopnames lager zijn, we mogen wanneer er zoveel procent, wanneer de R onder de 1 is, we mogen wanneer de vaccinaties zoveel procent zijn. Volgens mij hebben we al die stappen nu gezet, dus wanneer wel?